weer een nieuwe video. Vandaag gaan wij de hele dag mee op pad met Rico Verhoeven. En daar hoort ook bij zijn dagelijkse routine. Daarom zijn we vandaag hier in de gym, want we gaan trainen. We gaan aan de bak. Dat is wat we doen. We worden wakker, we trainen, we eten, we slapen, we rusten tussendoor en dan gaan we weer aan de bak. Dus vandaag de hele dag mee met Rico. Ik ben hier trouwens ook met Don samen, met mijn maatje. En ik ben benieuwd, ik denk dat het afzien wordt, maat. We gaan de zin weer het eerste knak. Ik denk het. Hij heeft al een touwtje vast, we gaan touwtjes springen, daarmee gaan we opwarmen. Ik hoorde al 5 sets, 3 minuten. Andersom, 3 sets, 5 minuten. Nee, 5 setjes van 3 minuten. Dus allemaal natuurlijk in de voorbereiding van de grote wedstrijd, 29 oktober, hit it. Dus ja, weet je, de boys willen een rondje mee, een dagje mee rollen. Dus laten we zien hoe ze het volhouden. Ik ben benieuwd, man. Let's go! Zo, dat is wel pittig. Oh, ja. Zoals jullie zien, doet er nog iemand mee, ook professionele vechter. Het allerhoogste niveau. Dus Alim Nabiev. Het is ook een wedstrijd die eraan komt over een aantal weken. Dus ja, we moeten natuurlijk ook volop voorbereiden. Dus dat draait gewoon, die doet ook gewoon lekker mee met onze trainingen. Leuk. Oké, okay, volgende. Gaan we aan deze kant staan. Dan gaan we trappen maken. Midden trappen. Naar de overkant. En dan achteruit weer terug. Dus we zijn aan de overkant. Hup. Hup. Ga je. Hup. Stap, stap. Terug. Klaar staan. Warming-up, dat doen we nog niet zoveel. Ik moet even kijken. Oh, beetje warm. In, in, uit, uit. In, uit, uit. Zo snel als je kan, kom je hier, draai je om, gaan we van links naar rechts. Tik, 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 tik. Tik, tik. En dan ben je hier, dat is 1. Ja? Dat doen we 5 keer. Ja. Heb je dat 5 keer gedaan, ga je naar de bokzak, maak je 25 midden trappen. Dus ik ben hier klaar, kom hier. Ja? 25. Ren je terug, doe je 2. 5 keer, daarna ren je terug, 25. Midden trappen weer met je andere been. Gewoon één stuk door. Eén stuk door. Okay. En de bedoeling is dat je dat af hebt binnen 3 minuten. Oké. Ja? Ja. Ik zou zeggen, het is heel lastig. Ja. Lukt het jou wel altijd? Mij lukt het wel, maar het is echt heel zwaar. Dan moet ik echt wel alles geven. Jouw kuit is van titanium aan met al die dingen. Dus, och. Ik was net zo mee. Let op, hè. Volgende ga je hier starten. 1 voet erin. Ieder vak raak je 2 voet. 1 voet erin. Wel zin in de volgende oefening? Ja, man. Ik voel me echt
Je ziet eruit alsof je KO gaat. Ik voel me alsof ik zo op de after sta of zo, weet je wel. Gewoon op de after ben. Wat vind je van het piepje steeds? Ja, traumatisch man. Straks als ik in mijn bed lig, hoor ik een piepje nog. Mijn kotsen? Ga je bed houden? Oh, bro. Moet ik even je water pakken? Ik kom nu bij juist. Nou. Je ziet er nog wel goed uit, dat wel. Dus je voor je gevoel amper lucht, alsof je door een rietje aan het ademen bent. Yeah. Weet je, dan word je helemaal. Zie je? Ik word helemaal wel. Yeah. Ja, helemaal dizzy. Als het nu een hete zomerdag buiten was geweest, was ik vol op mijn nek gegaan. Vol. Het is dat hij hier lekker een briesje staat. Dat was niet normaal. Volgens mij was het vermoeiender om erachter te staan dan zelf te slaan. Dat was 10 keer vermoeiender. Hier. Jij gaat. Ja? Daarna hoor je na 20 seconden. Hoor je wissel? Hup, en dan ga jij. Na 20 seconden wissel. 3 minuten lang. Ja? Jullie bij elkaar? Wij zijn bij elkaar. We gaan naast elkaar staan zodat we elkaar kunnen ophypen. Ja, dus jullie, wij doen het zo. En jullie doen je handen op elkaar. Wij beginnen. Ja, oké. Okay. 3 minuten. Ja. Ready? Go! Dit is echt niet normaal. Ik wist al dat het intensief zou worden. Ik wist al dat Rico zich vorige keer bij de Call of Duty training zich had ingehouden. Dit is niet normaal. Dit is gewoon trainen. Echt mee trainen met Rico. En dan moet je dus even nagaan dat wij bij elke oefening die we doen ongeveer 1/3 doen van wat hij doet. Hoeveelheid stoten, snelheid. We doen het hele setje met hem mee. Alleen bijvoorbeeld hij doet 5 sets heen en weer rennen, 25 trappen. En wij doen in dezelfde tijd doen wij er misschien 2 of 1.5 zo. Het belangrijkste is gewoon, bij welke groep wil je horen? Ja? 90%, misschien wel meer, van de mensen, op het moment dat ze het zwaar krijgen, stoppen ze. Dat is wat er gebeurt. Je ligt op, je hartslag gaat omhoog. Ik denk dat je denkt, ik moet rusten. Dus, wil je bij het groepje horen die stopt? Of wil je bij het groepje horen die, ondanks dat ze het zwaar hebben, toch doorgaan? Je kan kotsen, je kan stoppen, je kan whatever je moet doen. Je komt weer terug en we gaan weer door. Ja. Want opgeven kan iedereen. Dat is de makkelijkste uitweg die er is. Opgeven en stoppen kan letterlijk iedereen. Ja? Er zijn een handjevol mensen die doorbijten. En die komen uiteindelijk bij het doel wat ze willen bereiken in hun leven. Ja. Ja. Dat is aardige mentaliteit, zou ik zeggen. Oké, boys. Ja. Wow. Dat was warm. Oh. Schoten van thuis. Hey! Rechtop. Ja, 1 been. Nog 1 been. Oh, geen linker. Dan ga ik wel door. Kom op. Achteruit, hè. Ik ga ook maar even. Je moet stoten alsof je elke keer je laatste stoot was. Iets letterlijk genomen. Moet je op je nek denken? Dat is ook een beetje. Dat mensen in mijn buik moeten slaan. Ja? Wat mogen jullie doen? Dus jij mag 2 keer, jij mag 2 keer. Ja? Maar gewoon rammen
Daarna doe ik het een keer bij jullie. Niet zo hard als jullie doen natuurlijk, maar ik ga jullie wel testen. Oh, ja? Oh, dat is de laatste oefening. Oh. Oké, handschoen aan. Dit is echt piek macho dit. Kom. Ja, je glippert er gewoon vanaf, joh. Kijk dan. Wil je dat zien? Heb je overleefd? Oh, oké. Ja, dat is vet, hè. Oh. Laat. Oh, dit wordt hel. Ik ben bang. Ik ben bijna nooit zo bang. Waar staan? Je bent handen weg. Kom op. Kom op. Je bent bijna. Kom op. Ik ben lachen, ik moet niet lachen. Kom op. Fuck hell. Die verzond. Adem naar neus in, mond uit. Ja, als je zegt kom op dan, dan kun je hem krijgen toch? Lachen doet gewoon pijn ook. Let's go. Super trots. Eerste deel van de training is afgelopen. Eerste deel van de dag. Oh, lekker ademen, ontspannen nu. Lekker of hier een gat tussen zit. Ja, zo voelt het. En het is allemaal mentale, boys. Je hebt me naar een ander universum gemapt, hou. Oh, fuck. Zo jongens, de training zit erop en goed nieuws, want ik krijg deze Team Rico boxhandschoenen mee. Die krijg je 100% verdiend. Die krijg je alleen mee als je het verdient hebt. 100%, ja. 100%. Je krijgt ze echt niet zomaar. Dus in ieder geval, je kan ze natuurlijk in de shop gewoon kopen. Alleen, als je hier bent en je krijgt ze van mij om mee te trainen, dan krijg je ze alleen maar mee als je ze verdiend hebt. Ja, leuk. Dus jullie hebben ze echt verdiend. Jullie hebben letterlijk, jullie hebben alles gegeven. En jullie hebben klappen geïncasseerd als bazen. Dus ik kan niets anders zeggen dan dat ik super trots ben. Ja, thanks man. Waardeer ik echt enorm. Wel voor de invite. Ja, zo is het. Thanks. Vet. En het zieke is dus jongens, dit is pas het begin. We gaan het zo meteen hebben over het evenement van Rico. Rico is volgende voorbereiding voor zijn gevecht. Binnenkort, 29 oktober. 29 oktober. Dus wees daar sowieso bij. En wij gaan nog even door. Ja, we gaan het lekker eten worden. Zeker. Zo jongens, het is tijd voor de maaltijd. We hebben hier lekkere kip met rijst en groenten. De echte power meal natuurlijk. En gaan we allemaal even lekker smaken. Maak een goede power meal erin en dan straks krachttraining. Heel smakelijk allemaal. Heel smakelijk. Verschil moet er wezen, hè? Ja. Zo in de dag. Heel smakelijk, ja. Oh! Fuck, dat is lekker. Ik ben echt, deze bitch ben ik echt gewoon kwijt, hè? Kartje. Ik heb hem net teruggelegd. Nee. Ah,
is het toch? Neemt alles mee. We hebben net een maaltijdje erin zitten. En Rico zegt, ja, het is nu even lekker tijd om een uurtje te slapen. Dus ik was al mijn plekje aan het voorbereiden. Ja, dit is Roy's beste moment van de dag. Ik wil dat zeggen. Hier ben ik goed in. Hier denk ik van, nou, dat bevalt me eigenlijk wel. Dus ik wilde eigenlijk gewoon lekker op de bank gaan liggen. Zegt hij van, hey, joh, ik heb gewoon een bed. Dus nou, dit moet ik jullie even laten zien natuurlijk. Dit is dus de Samsung Arc. Holy wow. Dus hier zit ik te gamen. Kijk dan. Zo. Wat een curve. Nou, oké, ik zal het even snel aanklappen. Ja. Even kijken. Dit is toch goede kwaliteit ook. Ja, kraakhelder, hè? Dit is wel heel gaaf. Ja, daar gaan we kutten. Ja. Roy, alsjeblieft. Je past erin. Natuurlijk, dus even bed. Spuien naar de achtergrond. Let's go, gek. Roy, dit is jouw bed, man. Ik past er precies in. Hij past er ook gewoon in. Maar even voor de vrijgen, hè? Dus ik wil jou daar eigenlijk ook een keer zien liggen. Ja, dat gaat nooit passen, natuurlijk. Het zou kunnen nog. Het zou kunnen. Als het moet. Dan past het. Ja. Nou jongens, ik heb deze kamer toegewezen gekregen. Helemaal blij mee. We gaan even een uurtje plat. Want wat ik al zei, we gaan echt een hele dag mee in het ritme van Rico. Daar hoort dus trainen bij. Daar hoort eten bij. Maar daar hoort ook gewoon eventjes het uurtje slapen bij. Dat vind ik het beste wat hij vandaag heeft geroepen. Hij zegt van ja, powernap, maar houd me scherp. Zorg ervoor dat ik gewoon weer vol gas die krachttraining in kan. En ik doe af en toe ook wel eens een powernappie. Als ik dan tot te laat door ben gegaan met streamen. En ik moet dan de volgende dag om 10 uur eruit voor mijn eerste afspraak of zo. Werkt het voor mij dus ook heel goed als ik even een uurtje thuis ben. Dat ik een half uurtje even ga slapen. Dus ik vind het dan wel mooi om te horen dat, dat Rico dat eigenlijk op dagelijkse basis ook in zijn leven doet. Genoeg knuffels. Genoeg knuffels inderdaad. En inclusief de Rico knuffel. Die gaat lekker onder de arm en we gaan lekker pitten. Volk. Lekker slapen. Half uurtje geslapen. Heeft me echt heel goed gedaan. Mijn kuit, jongen. Oh. Ja, goed. Ja, mijn kuit is echt fucked up, man. Ja, een mixje die ik altijd lekker pak voor het trainen. Ja. Dat is de interworkout tropical flavor. Is lekker, het houdt gewoon lekker up tempo. Ook lekker. Het is niet echt een pre-workout, maar het geeft gewoon eigenlijk een continue lekker energie booster dat je continu, omdat je natuurlijk aan het trainen bent, eigenlijk je verbrandt mineralen en alles en dat houdt het eigenlijk allemaal lekker op peil. Ja. En uiteraard creatine. Je water erbij en gas erop. Ja jongens, hele dag mee het leven van Rico, dus ik heb ook een shake gekregen. Precies dezelfde shake die hij nu ook neemt voor tijdens het trainen. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb ook wat spulletjes van hem meegekregen. Dus super blij mee. Ik ga het proberen. Ik ben benieuwd. We zijn bij de gym, jongens. We gaan nu de krachttraining doen. Dus chest hoorde ik vandaag. Tot Don? Ja, we gaan chest doen. Chest even rammen. Ik ben toch even slapen vallen in de auto. Dus ik ben weer. Ja, ik heb samen ook gewoon, hè. Wow. Kijk even. Ja, 29 oktober, jongens. Ja, gaat het gebeuren? Level. Kijk. Wat een level wordt het. Je bent er bijna, man. Wow. 10 kilo. Nee. Wat een training, jongens. Ik denk dat ik morgen nog nooit in mijn leven zoveel spierpijn gehad ga hebben, laat het daar houden. Ik heb ooit het gevoel, dat kan niet anders. Netjes, top! Hoor je dat? Hij komt zo hard sluiten. Ja, je dacht dat dat mijn mond was, maar... Ja, dat hoopte ik wel, ja. Oh. Oké, okay. Nog twee staan achter je hoofd. Kom op, nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Lekker. Hoppakee. Ik kan er niet eens omheen zeggen. Nee, ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Jullie zijn ook klaar voor 29 oktober.
Zo jongens, de training zit erop. We staan buiten. Ik ben ook wel echt helemaal kapot. Ja. Dus Rico, bedankt dat wij... Rico, bedankt. Dat klopt. Dat klinkt heel lekker, hè? Rico, bedankt dat wij een dagje met je mee mochten. Mocht een inkijkje kregen in jouw leven. Dat is eigenlijk gewoon krankzinnig. 2 keer op een dag trainen. En deze voeding, deze discipline, ik vond het bizar. En dan kan je nagaan dat dit maar 1 dag is voor ons. Wij zijn morgen helemaal gesloopt, maar morgen staat Rico er weer. Die staat gewoon weer, die komt gewoon zo binnenlopen alsof er niks aan de hand is. Ja. En 29 oktober gaat Rico vechten tegen Hesti Gerges, toch? Zeker. Er staat een linkje in de beschrijving via waar je tickets kan kopen. Dus ga er zeker weten heen. Het is namelijk nu een 12-plus evenement geworden. Was 18-plus, nu 12-plus. Het was 18-plus, het is 12-plus. Dus ja, dat is echt, geweldig, echt te gek. Het is zo anders dan dat we gewend zijn. Jullie denken, oké, we gaan Rico zien vechten. Maar je gaat nog zoveel andere dingen zien. We krijgen een hele gekke halftime show. We krijgen optredens. Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Sam Ryder. Ja, internationaal, noem het maar op. We zijn echt op alle fronten zijn we daar. Dus het wordt zo te gek. En nog één ding wat ik kan verklappen. Ja? Is dat elk kaartje wat gekocht wordt, is tegelijkertijd een lot. Dus je maakt kans om een prijs te winnen. Dus je zit daar gewoon door de avond heen, worden er dus prijzen weggegeven. En ja, letterlijk van alles. Ik kan niet echt verklappen wat allemaal, maar echt gewoon dat je bijvoorbeeld een kaartje kost 59,95. Ja. Die denk ik, ik heb een kaartje van 59,95 gekocht en ik krijg een prijs van... Ja. En echt ander level. Ik ben benieuwd. Ja, mee naar huis. Dus ja, superleuk. Dus je hoeft daar niks voor te doen. Ja, voor mij. Ja. Ik. Oh, jij bent er deze keer. Dus, nee, super leuk. Dus ik weet dat jullie erbij zijn. Wij zijn er sowieso bij, dat wil ik net zeggen. Wij zijn er sowieso bij. Ja. Dus check de tickets, jongens, in de beschrijving. Rico, nogmaals bedankt, maat. Ja, ik vond het fantastisch. Leuk je weer te zien. Thanks, man. En van deze bepaald. En train ze morgen weer. Let's go! Ik blijf in mijn nest liggen. Laat je.